Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En zoals je ziet in de achtergrond zit ik niet thuis, maar in een hotelkamer. Ik ben er gelukkig niet uitgezet door mijn man. Nee, ik heb dit weekend iets heel leuks gepland. Vanavond gaan we naar de YouTube Story Night. En morgen vliegen we naar Berlijn voor League of Its Own van Red Bull. Wat mega leuk gaat zijn. En ik dacht, leuk, nieuwe vlog, nieuwe kansen. Dus ga lekker zitten en geniet van deze nieuwe vlog. Ik ben dus aangekomen in het hotel van vanavond, waar ik vanavond slaap, omdat ik... ik ga eerst de kamer laten zien. Dus dit is de kamer. Ik ben eventjes nog een beetje aan het werk. Dus vandaar dat ik echt alles super rommelig heb liggen. Omdat ik meteen wilde werken. En ik had een beetje honger. Dus eventjes een chippie en een drankje gehaald. Nou, dit is het bed. Een schilderij wat tegenover de nachtwacht hangt in het Rijksmuseum. Die hangt hier gewoon naast mijn bed. Daar hebben we Vincent, ook leuk. En dan hebben we hier de badkamer met een toiletje. En hier is de douche. Dus we gaan vandaag hier slapen. En dat is gewoon door mijzelf betaald. Want ik moet dus morgen naar Berlijn. Alleen ik vlieg om 9:45. Dus dan had ik echt vroeg thuis weg moeten. Om op tijd voor die vlucht te zijn. En ik heb vanavond ook iets in Amsterdam. YouTube Story Night. Daar ga ik je straks meer over vertellen. En dan zou ik hier... Ja. We zou ik tot 11:00, 11:30 dat event hebben in Amsterdam. Naar huis rijden. Kort slapen. En dan weer terug naar Amsterdam rijden. Dus dat vond ik... Ja, zo onhandig en vermoeiend ook. Dus ik besloot om dit hotel te boeken. Dus vandaar dat we vanavond... in het hotel slapen. En ik lig wel alleen op deze kamer. Maar Jill heeft ook een kamer in dit hotel geboekt. Dus ik ben hier niet alleen in het hotel. Dus Jill komt zo aan. En dan gaan we straks even wat eten en samen klaarmaken. En dan naar het event. Maar daarover later meer. Ik heb trouwens ook mijn nagelset meegenomen. Want kijk... Hiermee kan ik mezelf natuurlijk niet vertonen. Dus dat gaan we nu eerst doen. Mijn make-up is gedaan. Hier gaan we mee doen. Nu mijn haren nog. En ik zal jullie ook even de outfit laten zien. Even bijpakken. Kijk, ik ben toch voor de panty gegaan. Ik ga die hoge laarzen onder. En dan is dit het jurkje wat ik aantrek. Het thema is dus... shine like a star with gold en silver. Nou, dat heb ik allebei in dit jurkje, dus is fantastisch. Even mijn haren doen en dan ben ik ready. Zo, ik zit dus in het restaurant. Zo'n leuk dingetje, het is echt zo'n halve zetel. Ik was al klaar, dus ik zei tegen Jill, ik wacht op je in het restaurant. Dus ieder moment kan Jill komen. Hallo. Daar is ik mijn camera ook pakken om jou te filmen. Oh echt? Dat zou echt super grappig zijn geweest. Nou, we zijn inmiddels vergezeld met Jessie. En we zijn met de auto Amsterdam ingereden. Ik heb hem helemaal niet aanstaan meer. Lopen we goed? Ja. We komen precies op tijd, dus dat vind ik fijn. Niet 8:00. 8:00. Ja, het begint om 8:00. Maar jij bent toch passen, jij hebt een cups moeten aanpassen. Ja, maar dan ben je al binnen. Ja. Dus ja, dat telt het niet. Nee, dat klopt. Dan heb je je gezicht al laten zien. Maar wat gaan we nou precies doen? Wat is YouTube Story Night? Want dat had ik nog niet verteld. In de vlog. Het is een soort uitreiking van... Hou het tempo bij. Ik zei, wij lopen echt heel snel. Ja. Maar het is een uitreiking van awards van YouTube. Dus... Ja, muziekdingen. Oh, we moeten even is het alleen muziekdingen? Ja, volgens mij wel. De laatste keer was ik wel alleen maar muziek, ja. Oh, maar waarom moeten de gamers komen dan? Ja, dat vroeg ik me vorige keer echt ook al af. Oh. We horen er gewoon bij, Mattia. We horen erbij, we zijn hier YouTubers. Dat is een opvulling. De opvulling van de zaal. Ze wilden wat vrouwen in de zaal, ja, want het is zo mannelijk.
Ja, want ik hoorde in de top 2000 bij de 100. Bij de beste 100 zitten maar 6 vrouwen. Echt? Zo weinig? Ja, dus je moest op vrouwen stemmen. Oh, dus wow. Ik moet nu ook nog praktisch gaan stemmen. Maar ook, ook geen Anouk en zo allemaal dan. Oh, we kunnen ook wel feestjes als we niet naar de hoogste plaatste vrouw was Miss Montreal op plaats 36. Maar hoezo? En waar is dan Madonna en een Anouk? En nou, precies. Beyoncé. Stem erop. Ja. Stemmen op de vrouwen. En stem op Jillike.nl. Nee. Oh, ja, hij komt pas volgende week. Oh nee, dan kan het niet. Dan is de uitslag al. Ja. Oh, dan weten we al dat je gewonnen hebt. Ja, dat, nou, dat zal wel niet. Dat zal wel niet. Ik neem jullie gezellig mee vanavond. Dus joe. Helemaal als je het niet wil. Maar als je minderjarig bent, dan heb je niet altijd wat te willen. Dus daar heb ik heel veel ervaring op gedaan die ik tot op de dag van vandaag nog gebruik. En dat is niet dat je te veel mensen moet vertrouwen. Maar met de juiste mensen om je heen, en daar is Mario natuurlijk één van. Sowieso. Ja, ik wil het niet te lang maken, maar bedankt. Nummer 5, 10 jaar YouTube special. Blijkbaar na 10 jaar nog steeds relevant genoeg om in de top 10 te staan. Dus dankjewel. Here you go. Zo, ik ben weer veilig op de hotelkamer gekomen. Ik lig lekker al in bedje, ga lekker slapen. Eerste avond zit er dus op. Dat was erg gezellig. We kwamen er wel achter dat Twitch mensen toch wel echt de gezelligste mensen waren. Die bleven het langste plakken. Nu ga ik lekker slapen. Ik heb mijn wekkertje om 9 uur gezet. Het is nu 12:30. Dus over 6,5 uur gaat mijn wekker. En dan mogen we richting Schiphol gaan. Ik heb er heel veel zin in. Maar ik hoop dus dat ik dan wel kan slapen. Want soms als je dan heel erg veel zin in iets hebt, dan kan ik er niet van slapen. Maar ik ga mijn best doen. Ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben voor mijn wekker wakker geworden. Dat betekent dat ik uitgeslapen was, toch? Ik weet het niet. Maar in ieder geval ben ik wakker. En we gaan nu richting Schiphol als we aangekleed zijn en tandjes gepoetst. Dan vind ik het fijner om te haast om op het door de douane en zo te zijn. En om daar even te chillen. Dat ik zo lang mogelijk thuis chill. En dan moet haasten voor die vlucht. Maar het is sowieso wel lekker. Want als ik in Wamel of in Mauwijk was geweest. Dan had ik echt al lang en breed in de auto gezeten. Om naar Schiphol te gaan. En nu hoef ik net... Oh, daar heb je de wekker. Nou, we gaan op pad. Um einen schnellen Nachflug der möglichen Fahrgäste bitte der Gang 3 um an den Passagieren das Einsteigen zu erleichtern. Sollten Sie einen Notfallgang oder der rechte Bereich sind internationale Gepäckstücke. Ja, kennt ihr das Gepäck? It's the spirit here. Hotel. Eerst even mijn trolley, die had ik voor de heenweg wel door de bagage, in de bagageruim laten doen. Terug ga ik hem denk ik mee het vliegtuig gaan nemen. Maar even oppakken. Volgens mij moet ik een trein naar het hotel nemen. Na een uur gewacht te hebben op mijn bagage, toen was ik er al helemaal klaar mee. Hebben we ook nog een uur in de file gestaan omdat er een demonstratie voor fietsen was. Op de snelweg.
ben ik eindelijk aangekomen in het hotel. En ik wil jullie even laten zien. Dus je komt hier binnen. Nou, hier is de grote spiegel. En dan hier twee bedjes. En dan hier de badkamer. Die vind ik wel heel mooi. Met een bad. En toilet. En een douche. Dus het is wel heel netjes, de badkamer. Maar het begint nu bijna. Dus ik had een lekker uurtje vrij. Maar dat uurtje is nu weg. Dus nu moet ik meteen op pad. Dus dat is wel jammer. We zijn inmiddels in Berlijn aangekomen en we zijn bij het weekend Geek of Its Own. Ik zeg net het in een verkeerde volgorde. En ik ben niet alleen, want Avital is hier ook. Heb je al YouTube? Ja, maar ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Ja, volg Avital allemaal op Twitch. 3 keer per week live. Dus als ik niet live ben die ene keer, dan heb je genoeg tijd om naar Avital te kijken. En ik ga het even laten zien. Dit is dus het evenement. We zitten in de Friends of Red Bull area. En vandaar is SKT, dat niet meer zo heet, maar dat vroeger heette dat zo, hierheen gekomen. Wereldkampioen dit jaar natuurlijk van League of Legends. En die komen hier de Duitse teams en Europese teams in maken in showmatches. Ja, top lane going with the fire and it's yours back. I don't think anyone is going to be able to hold out much longer. The rest of them need to back. This is an inhibitor gone, though certainly, potentially more. Zeus and Guma together. Again, double E carries. Looking to close this one out. Backs have been stopped. Brand damage is good, but not good enough to finish kill on the owner. The wave is here. No doubt in my mind. I mean, it was super fun to watch, and you can see the incredibly humble and awesome. Vraag maar iets wat je wil weten. Wat vind je van vandaag? Nou, vandaag, ik vind het echt bizar, want ik heb het nog nooit meegemaakt, want er zitten hier fans van die teams, die zijn zo, het lijkt wel voetbalfans, met vlaggen en trommels en, hoe zeg je dat, spreekkoren. Echt bizar. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En als jij League of Legends speelt, wat speel jij? Ik zelf speel altijd support op stream, maar ik ben van origine ben ik een jungler. Heb je ook favoriete champions? Ja, alle champions die eng zijn. Dus ik wil geen grote borsten vrouwen spelen, maar wel monsters en demonen en alles wat eng is, daar vind ik leuk. Nou, een hele belangrijke vraag. Wat is je hoogste rank? Ja, maar dat is lang geleden hoor. Toen ik nog iedere dag dedicated League of Legends speelde, toen was ik platinum. En nu ben ik blij als ik zilver haal. Ja, dus ik kan niet meer zoveel gamen, hè. Ik ben moeder nu dus, helaas. En wat is je favoriete smaak uit Bol? De nieuwe, winter, peer, karamel, nee, peer kaneel. Ja, die is echt lekker. Ja, allemaal proberen, echt. Ik ben weer terug op de hotelkamer. Het event zit erop. Het was heel erg gezellig. Het was echt gezellig met Avital. En het was echt super goed geregeld met eten en drinken vanuit Red Bull. We waren dus Red Bull Friends. Friends of Red Bull waren we dan uitgenodigd. En het was echt een vet event. Echt super cool om T1 zeggen. Niet SK meer. T1, Red Bull. Ja. Van zo dichtbij te zien. Zijn natuurlijk 4 maal wereldkampioen. En dan zitten ze gewoon echt 50 meter van je vandaan te gamen. Heel cool. Dus echt zo dankbaar voor Red Bull dat we uitgenodigd waren hier. Nu ben ik terug naar de hotelkamer gegaan. Ik ben een beetje moe natuurlijk van de vlucht. En dat evenement duurde van... We waren daar om 1 tot... Hoe laat is het nu? 7:30. Oh, het is 8 uur.
Dus van 1 tot 8 zijn we er geweest. Dus ik heb een badpomp gekocht net. En een voetenmasker. En ik ga lekker het bad vol laten lopen. En dan vroeg in bed kruipen. Dag 2 in Berlijn. Dit is mijn outfit. Ik heb maar 1 broek bij me. En ook maar 1 trui. Dit is het shirtje wat ik onder mijn trui aan heb. Ik vind hem heel leuk met tennis rackets. Gaan we natuurlijk van tennissen. Vandaag geen Red Bull dingen meer, want dat was alleen maar gisteren. Dus vandaag ga ik met Avital Berlijn in en dan vliegen we weer terug aan het eind van de dag. Dus ik neem jullie weer gezellig mee. Kom! Zeker heel veel Duitsers komen daarop af ook. Ja. Met name, ja. Maar ook heel veel Nederlanders die dan in eigen land... Ja, want het is echt een heel mooie camping. Maar goed, dit is het ontbijt. Hij vroeg of ik pannenkoeken wilde, de ober. Dus daar zeg ik geen nee tegen. En toen kreeg ik deze mooie kleed. Dus nou eens kijken of die smaakt. We zitten in de trein naar het vliegveld. Avital, die moet echt veel eerder. 3 uur eerder met het vliegtuig. Maar er is niks open in Berlijn op zondag. Dus ik zei ja, ik ga wel gewoon mee. Gezellig, dus veel gezelliger met de trein mee. En dan kan ik op het vliegveld nog even wat werk doen. Gaan we alweer naar huis. Maar het was wel jammer dat er eigenlijk niks te doen was in Berlijn. Alleen eten en drinken was allemaal wel open. Op, in ieder geval op het winkelcentrum waar we waren. Maar alle kleding en andere dingen was allemaal gesloten. Dus dat was jammer. En vertel eens hoe je heenreis ging. Oh, dat heb ik al een beetje. Oh, dat heb je al verteld? Oh. Ja, dat is heftig. Dus nu gaat het allemaal goed tot nu toe. Top. Ik durf niet te jinxen. Schiphol en gewoon door kunnen lopen, want ik had mijn koffer mee. Zo chill. Yes, yes. We zijn weer lekker onderweg naar huis. Ik ben heel blij dat ik dadelijk in mijn eigen bedje kan liggen, bij mijn gezinnetje kan zijn. Maar ik wil jullie wel erg bedanken voor het mee op reis gaan met mij. Ik vond het weer leuk om een vlog te mogen maken. Bedankt voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan zeker. Dan zal ik in het vervolg ook vaker vlogs maken. Nou ja, het plan is om iedere vrijdag een vlog te uploaden. Dus ik hoop dat jullie volgende week vrijdag weer kijken. En dan voor nu, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet je notificaties aan te zetten. Bedankt voor het kijken en toedeloe! Tot de volgende keer!